Jeroen komt straks nog terug. Maar ja, Glenda Peters, wat ontzettend leuk dat jij hier bij ons in de nachtclub bent. En jij komt met goed nieuws, want je bent met iets nieuws bezig. Jazeker, ik ben bezig met een nieuw album. Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar... Ach, nou, daar zullen we het niet over hebben. Hoe lang? 20 jaar of zo. Na de Soundmix Show, toen jij gewonnen had met One Day I Will Fly Away, dat ontzettend mooie nummer, daarna heb je toch ook nog wel wat gedaan? Jawel, maar ik heb eigenlijk wat projecten gedaan, getrouwd, kinderen gekregen. Echt moeke geweest. Ja, dat projectje was heel belangrijk. Maar nu toch weer, wat is er dan gebeurd waardoor je dacht van, nou, ik ga toch weer een album opnemen? Het ontstond eigenlijk heel spontaan in een studio bij een paar vrienden van mij. Die zei, Glenn, ik was bezig met een meidengroep. Die heb ik dan zelf onder mijn hoede. Drie jonge dames, van 15 tot 17 variërend. En ik wilde toch iets met de muziek doen. Ik ben een opleiding geluidstechniek gaan doen. Dat klinkt heel technisch, maar ik weet iets meer van de knopjes af. Dus als jij ergens komt en je gaat soundchecken, dan kan je gewoon zeggen, jongens, een beetje 2K erbij. Bijvoorbeeld, maar stel niks voor. Maar voor mezelf, voor mijn eigen gevoel, het is gewoon leuk om ook die kant te kennen. En ook een beetje te kunnen produceren, te weten hoe het een beetje werkt en daar aan toe gaat. Dus die jonge meiden heb ik dan nu onder mijn hoede. Maar tijdens het begeleiden van die meiden zeiden die knullen, die vrienden van mij, Glenn, heb je geen zin om ook nog wat te doen? Ja, toen dacht Glenn, oké, waarom niet? Maar even, die meiden zijn jong. Jij was ook heel jong toen jij won de Soundmix Show. Toen was het kooltruitje, volgens mij was jij gekleed tot hier. Dat is ook allemaal veranderd. Ja, weet je dat niet meer van vroeger? Ja, die poses in de hitkrant. Glenda Peters met zo'n kooltrui. Ik heb ze laatst terugbekeken, jongen. Nou, echt lachen. Ik zeg tegen moeder, ma, zie je dat? Ja. Alles is hoog gesloten. Hè? En moet je nou toch kijken, volle glorie. Nee, maar... Moedermelk. Nou, Glenda, weet je netjes aan. Nee, maar even, kijk, deze meiden, jij kan ze begeleiden. Jij weet wat het is op een jonge leeftijd van hot naar hergebracht te worden. Van moet je hier optreden, moet je daar optreden. En dat je een beetje, zeg maar, de werkelijkheid verliest. Ja, dat klopt. En, ook gewoon beide voetjes op de grond, maar ook gewoon stap voor stap. Je wilt optreden, je wilt bekend worden, beroemd worden. Maar er zit ook dikke kans in dat je het helemaal niet wordt. We gaan het gewoon proberen, geen verwachtingen. We gaan gewoon lekker leuk zingen. En ik ben lekker bezig. En ga je vanavond ook voor ons zingen? Ja, natuurlijk. Ik zing voor jou speciaal Super Duper Love. Nou, fantastisch. Maar ook voor jullie, hoor. Hier is Glenda Peters. Ga naar het podium. Ja, ga maar.